Dames en heren, heel hartelijk welkom bij Clip My Horse. Heel hartelijk welkom ook vooral op het uh, Nationaal Hippies Centrum. Een uh, prachtig nieuw Nationaal Hippies Centrum dat vandaag hier geopend gaat worden door Koning Willem-Alexander. Het is een historische dag, dames en heren, want we zijn hier op de plek waar ooit de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs zich vestigde. En nu, nu woont hier heel paardenhoudend Nederland. En over dat historische aspect, het feit dat het zo lang heeft geduurd, maar dat het ook zo mooi is geworden, daar wil ik graag over praten met mijn twee buurmannen hier, de twee huisbazen van het Nationaal Hippiescentrum, Centrum. John Beeling, directeur KNS, Johan Knaap, directeur KWPN. Ja, is dit een historisch moment? John, zeg eens iets. Nou, wat, wat, wat hartstikke leuk is, toen ik hier begon in 2006 kwam Wim Bonhof mijn kamer binnen met een tekening uit 1974. En die zei van toen was het al de bedoeling om het hier te gaan doen. En zoals de meeste mensen weten, zijn er veel ups en downs geweest sindsdien. Maar hier zitten we dan toch met de beste accommodatie van Nederland. Johan, wat, 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 wat is dit voor een moment voor, voor het KWPN en voor de paardenhouderij in Nederland? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor het KWPN. Want we kunnen nu met deze nieuwe accommodatie zeg maar, de dienstverlening aan de leden verder optimaliseren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het verrichtingsonderzoek, wat nu loopt. En wat door de uitmuntende voorzieningen hier en de vakkundige ruiters, vakkundige verzorgers en trainers gewoon echt optimaal loopt. En dat is heel belangrijk voor onze leden. Maar dat is niet het enige. Daarnaast is natuurlijk nu ook de mogelijkheid gekomen om afzetbevordering verder vorm te gaan geven. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de online veiling van sportpaarden. die we dit voorjaar hier hebben gehouden. Maar deze zomer willen we dat nog verder uitbouwen, bijvoorbeeld met de veulenverkoop. Waar we hier op het centrum filmpjes gaan maken van de veulens die al op de veulenverkooplijst stonden. Uh, en dat gaan koppelen aan een online veilingssysteem. Dus het geeft gewoon heel veel mogelijkheden om de dienstverlening naar de leden verder te verbeteren. Maar dat is niet het enige. Uh, wat het ook gaat worden, dit centrum, is een landingsbasis voor buitenlanders. Uh, die kunnen hier de showroom komen bekijken. En op die manier kunnen we gewoon een internationale trekpleister worden. En dat is denk ik heel belangrijk. John, KNS en KAPIEN, neem ik aan, zijn goede buren hier. Maar nou ken ik allerlei soorten van goede buren. Ik ken buren die ook alleen een goede dag zeggen. Of buren die juist vaker met elkaar barbecuen. Of sommige buren die juist hand- en spandiensten voor elkaar verrichten. Wat zijn jullie nou voor een buren? Nou, het begint natuurlijk allereerst, dat dit even voor ons nog, dat dit het grootste clubhuis van Nederland is. Weet je, precies wat Johan beschrijft is het voor ons ook. Hier ontmoeten de mensen elkaar. En, uh, veel en veel KWPN'ers zijn KNS-lid en veel KNS'ers rijden op KWPN'ers. Dus het is al heel logisch om hier samen te zijn. He, daar begint het mee. En dat begint met een leuke recreatiepaard, een Bixi dag en dat eindigt met uiteindelijk mooie kampioenschappen hier in Ermelo. Dus dat, dat is al de basis van samenwerken. Het twee is, ik denk dat wij daadwerkelijk, en dat zien we ook... want het is meer dan een kop thee of een kop koffie samen drinken... al plannen aan het maken zijn voor de, de komende periode... Daar moet je niet gelijk de revolutie morgen verwachten, weet je. Een goede samenwerking is een goed huwelijk. Heeft tijd nodig om te rijpen. Dus hier net zo. Wij hebben wat tijd nodig om te rijpen. Ja, Johan die oogt al wat rijp, maar ik ben natuurlijk nog een jonge god. Dus we gaan langzaam aan, samen leuke dingen doen. En we hebben echt leuke plannen, eh, waarin mensen met, met goede paden, eh, mensen met sportambities gaan ontmoeten. Waarin uh, we mensen vanuit het buitenland leren uh, hoe wij met paren omgaan in Nederland. En waarom wij zo succesvol zijn. He, van veel succesvolle sportparen hebben hun basis in de fokkerij hier. En alle eerlijkheid ook in de training hier. En als we dat nu weten te combineren als een heel mooi product. En ik heb er 100% vertrouwen in. Dan gaan we hele mooie dingen inzetten naar de toekomst toe. Ja, Johan, uh, hoe is jouw uh, toekomstvisie voor die samenwerking tussen sport en fokkerij onder één dak? Nou ja, kijk, je zegt buren, maar we zijn natuurlijk meer dan buren, want we zijn gewoon sport en fokkerij, die horen bij elkaar. Die kunnen niet zonder elkaar. Nee. Uh, maar naar de toekomst toe blijven we natuurlijk, ook al zitten we hier samen op één, uh, op één terrein, op dit ene centrum. Blijven we natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid houden, eigen taken en eigen verantwoordelijkheden. Maar kijk, het is dus geen fusie. Maar we gaan intensief samenwerken. En die samenwerking die biedt gewoon heel veel. Kansen voor de toekomst. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, grote evenementen hier naartoe halen, misschien zelfs wel grote internationale evenementen hier naartoe halen. Ja. Als we daar samen elkaar gaan trekken, dan denk ik dat we daar kansvol in kunnen zijn. En dat is gewoon goed voor de hele Nederlandse paardenhouderij. Ja. Uh, een ander voorbeeld van samenwerking, intensivering van de samenwerking tussen sport en fokkerij, is bijvoorbeeld, en dat kan regionaal maar ook landelijk. Uh, ...ruiter-match-combinatie. Ja, ja. Als wij daar elkaar de hand gaan geven... ...kunnen we denk ik nog beter het talent... ...wat aan beide kanten aanwezig is... ...nog beter benutten. Uiteindelijk allemaal met als doel... ...nog internationaal succesvoller te zijn... ...als Nederlandse paardenhouderij. Ja, en onderzoek dus eigenlijk ook de belangen van meer te behartigen... ...dan alleen maar strikt de leden van je eigen nee, organisatie. Maar kijk kijk nu naar deze dag. Hè? Want het het, het, het KNS-kader en het KWPN-kader ontmoeten elkaar. En dat, in de loop van de dag maken ze een plan... ...per provincie van hoe gaan we die samenwerking provinciaal beter gestalte geven. Uh, ik zit te denken aan een uh, nationale paardensportvolkerijacademie... waar we bestuurders gezamenlijk cursussen laten volgen. Heel veel bestuurders zijn op zoek van hoe doe ik dat soort dingen... hoe organiseer ik dat soort dingen. Ik denk dat als je dat meer samen gaat doen... dat je niet alleen verbindt in Ermelo... maar de, de kracht moet zijn verbinding in heel Nederland. Want anders is het natuurlijk een, een, een druppel op een gloeiende plaat. En, en ik denk dat dat hier uh, realiseerbaar is... Als we dat uh, samen gaan doen. Kennis delen. Uh, we doen nog heel veel samen op het gebied met sportstand. Maar we kunnen veel meer. Uh, zorgen dat mensen. een meer transparante handel gaat ontstaan in Nederland. Daar kunnen we samen hele goede dingen voor doen. En het is vooral aan Johan om dat internationaal heel succesvol te gaan doen. vanuit KWPN. En we zijn in de sport succesvol. Wij hebben natuurlijk minder graag dat al die paar naar het buitenland gaan, Johan, dat weet jij. Maar uh, als ze dan toch gaan, laten ze dan maar heel goed terechtkomen. Dat je te gaan bieden, hè? Ja. Ja. Nou, al een beetje de vergelijking getrokken van uh, echte lieden die een goed huwelijk hebben samen. Um, maar een goede relatie, dat werkt eigenlijk alleen goed als je van elkaar weet wat je van elkaar verwacht. Mm -hmm. Kun je daar eens iets over zeggen, uh, John? Wat verwacht jij nou van het KWPN in, in deze nou, samenwerking? Ja, wat voor ons heel belangrijk is, is dat het een echte samenwerking wordt. En um, dat vereist voor beide organisaties. Kijk, in, in, als je gaat samenwerken, verlies je allebei een klein beetje identiteit. Dat is normaal. Ik weet niet hoe het bij jou thuis gegaan is, maar dat is bij mij thuis wel gegaan. En dat is hier dus net zo. En je moet bereid zijn, beide kanten van de tafel, om een stukje identiteit te verliezen, om samen een krachtige identiteit te bouwen. En uh, dat is wat mij betreft de eerste uitdaging. Als we die slag met elkaar maken, en daar succesvol in zijn, daar heb ik alle vertrouwen in, dan kom je heel erg ver. Kijk, als Johan en ik samen aan tafel zitten, en volgens mij hebben we morgen weer zo'n moment, dan, uh, en dat doen we heel regelmatig, dan gaan de benen op tafel, en dan gaan we wat filosoferen van hoe kunnen we dingen anders doen. Nou, dat was in het verleden heel praktisch. Ik zit bij jou op de KWP en Paardendagen, hoe groot wordt die tribune? En we zien nu dat de discussies steeds meer strategische vorm krijgen. En ik denk dat dat nu al de kracht is, omdat je elkaar zo ongeveer tegenkomt op parkeerterrein. Johan, ja. wat verwacht jij van KNHS? Ja, gewoon heel eenvoudig: dat we samen dit centrum hier tot een uh, topsucces maken. Ja. En dat uh, Ermelo niet alleen voor Nederlandse paardenhouderij de place to be is, maar ook internationaal de place to ja. be wordt. We kijken eens aan. Mooie woorden. Tot slot van dit gesprek. Hartelijk dank voor jullie medewerking daaraan. Mensen, blijf vooral kijken, want om vier uur begint er iets heel speciaals, iets heel bijzonders. Dat gaat u niet, eh, waarschijnlijk niet nog een tweede keer in uw leven meemaken. Dat hier dit hele mooie Nationaal Hippiecentrum wordt geopend met een prachtig spektakel. Met een hoofdrol voor Koning Willem-Alexander. Maar met ook belangrijke bijrollen voor Jeroen Dubbeldam en Adelinde Cornelissen. Blijf kijken, blijf genieten, blijf kijken naar Clip My Horse.